In deze video vertel ik je alles over de vernieuwde en verbeterde Perfecte Kat verzorgingssetjes. Ik leg je uit hoe je alle producten gebruikt en aan het einde van de video heb ik natuurlijk weer een winactie. Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Als je mij volgt op social media, heb je ze al voorbij zien kunnen komen. De vernieuwde en verbeterde PerfecteKat.nl verzorgingssetjes. Ter promotie daarvan is de etalage alweer helemaal aangepakt. De kerstspullen eruit en de nieuwe verzorgingssetjes erin. En ook in de wachtruimte heb ik nu een kast staan waar de verzorgingssetjes staan uitgestald. Mocht dit de eerste video zijn die je van mij ziet, mijn naam is Desiree en ik ben sinds 2016 kattentrimster. Ik werk volgens de vachtbesparende en katvriendelijke trimmethode. Wat betekent dat ik vachtproblemen zoals klitten en verfilting verhelp en zoveel mogelijk goede vacht spaar. Daarnaast maak ik geen gebruik van scherpe materialen zoals ontwollers, harken met mesjes. Dat gebruik ik allemaal niet. De kammen die ik wel gebruik, die zitten dus in die verzorgingsset. Ideaal dus om thuis jouw kat vachtvriendelijk te verzorgen. De sets zijn geschikt voor zowel langharige als kortharige katten. Toen ik net begon als kattentrimster, waren er namelijk niet echt van die setjes te koop. Dus besloot ik dat in een klein webshopje te gaan verkopen. En ik vind het te bizar voor woorden dat nu zoveel jaar later dat ik al honderden van die setjes heb verkocht. En nu zijn ze dus vernieuwd en nog beter geworden. Laten we beginnen met de set die vanaf dag 1 in mijn webshop stond. De starter set. Allereerst zit daar een combikam in met een grove en een smalle kant. Ik gebruik het meeste de grove kant. Het fijne aan die grove kant is dat je goed het op de huid kan kammen. Want dat is vaak de plek waar klitten beginnen. En dan is er de vernieuwde slikkerborstel. Hij heeft hele kleine bolletjes tegenwoordig nu aan het uiteinde, wat net even iets zachter is voor de huid. Echt een geweldig kammetje. En ik hoor wel eens van mensen vragen, ja, maar ik heb een hele grote Maine Coon. Moet ik dan een hele grote kam gebruiken? Is deze niet te klein? Absoluut niet. Ik gebruik deze ook dagelijks op de trimtafel. Hij is ook zeer geschikt rond het koppie en bijvoorbeeld achter de oortjes of bovenop het koppie om die plukkerigheid voorzichtig uit te kammen. Maar je kunt hem natuurlijk over het gehele lichaam gebruiken. Hiermee maak je korte, zachte haaltjes door de vacht. In deze set zit ook een vachtdoekje. En ook deze is vernieuwd. Tegenwoordig doe ik er een vachtdoek bij die van 100% gerecycled polyester is. Dit is zo'n wonderdoekje om te gebruiken tijdens de ruiperiode. Want wat veel mensen denken tijdens de rui, ik ga me helemaal suf kammen. Maar wist je dat een kat daardoor juist meer gaat verharen? Als je het vachtvriendelijk wil aanpakken, dan kan je beter zo'n doekje gebruiken. Je maakt hem lichtvochtig en hiermee neem je de kat af. Hiermee verwijder je alleen de losse haren die op de kat liggen. Dit leuke speelmuisje met een klein rammeltje en dan mijn grote trots. Tadaa! Het perfecte kat opbergetui. Voorheen zaten er bij de setjes een tasje. En toen dacht ik, hey, waarom kan ik niet gewoon een opbergetui laten ontwerpen? En bij elke set zit natuurlijk ook een uitgebreide informatiefolder, waarin ik nog meer tips en tricks geef hoe je de vacht zo katvriendelijk mogelijk kan verzorgen. Waar ik begon dus met de starterset is op dit moment van het opnemen van de video uitgegroeid tot 6 verschillende setjes. In alle sets zit dus standaard het opbergetui, de folder met extra uitleg, een superleuk speelmuisje en de slikkerkam en natuurlijk de metalen combikam. Eén set die flink is veranderd is degene met het nagelschaartje. Het nagelschaartje heeft plaatsgemaakt voor nog een beter nagelschaartje. Wat is nu het grote verschil met het vorige nagelschaartje? Deze nagelschaar heeft een veiligheidsklepje. Die schuif je ervoor en als je dan knipt is de kans kleiner dat je inknipt. Oftewel in het leven knipt. Ik wil er wel even bij zeggen, ik knip de nagels van mijn trimkatten altijd en dat doe ik puur uit eigen veiligheid. En ik knip dan niet de nagels heel kort. Ik doe alleen maar het uiterste puntje, want dat zijn net mesjes. Deze schaar is super stevig en ook geschikt voor de grotere kattenrassen. En dan hebben we de set met het klittenschaartje. Deze heeft een afgerond puntje, zodat je de kat dan niet kan bezeren met de punt. En het is bewust geen heel scherp schaartje. Het is alleen maar geschikt om kleine knoopjes in de vacht weg te knippen. Pas alsjeblieft wel op bij bijvoorbeeld de buik, de liezen en de oksels. Want je wil natuurlijk niet inknippen. En dan heb ik de set met de Derma Groom reinigingsmoes. Deze moes is super veilig voor katten.
Er zit geen geur aan, want katten houden helemaal niet zo van een sterke geur. Het reinigt de vacht supergoed en het hydrateert de huid ook nog eens. Ik zelf gebruik het op de trimtafel bij hele vettige vachten of vachten die bijvoorbeeld vervuild zijn door ontlasting. Ik heb er een uitgebreide video over gemaakt op mijn YouTube kanaal. Dus mocht je er meer over willen weten, dan kun je vooral eventjes die video kijken. En dan heb ik het setje met de Eye Discharge Remover. Oftewel een oogreiniger. Maar ik gebruik het ook voor neusjes en oortjes om die schoon te maken. Je doet dit een beetje op een wattenschijfje, dan laat je het een beetje inweken, zodat harde brokjes wat zachter worden. En dat veeg je dan voorzichtig weg. En dan de laatste set. Daarbij zit de oogreiniger en de Dermagroom vachtreiniger. Je ziet het, ik ben super trots op deze nieuwe verzorgingssetjes. Alle setjes vind je in mijn webshop. En om deze lancering te vieren, geef ik natuurlijk een setje weg. De starter verzorgingsset kun je winnen. Maar ik doe er nog wat anders leuks bij. Ik heb namelijk nog wat nieuws in de webshop. En dat zijn deze Matabi stokjes met een knuffeltje erin. Ze gaan als zoete broodjes uit mijn webshop. En dat snap ik wel, want ze zijn toch echt ontzettend schattig. Ik verkoop ook andere Matabi stokjes, de Jumbo stokjes in de webshop. En ik vind dit toch wel een hele erg schattige toevoeging. Dus wil je kans maken op de starter verzorgingsset en één van deze leuke Matabi stokjes? Laat dan even hieronder in de reacties achter waarom je dit wil winnen. En abonneer je natuurlijk eventjes op mijn YouTube-kanaal. En wie weet ben jij straks de gelukkige winnaar van dit leuke setje en zo'n leuk Matabi-knuffeltje. Heeft jouw kat op dit moment last van vachtproblemen zoals klitten en vilt? Lukt het je niet om dat zelf te verhelpen? Neem dan contact op met een katvriendelijk en vachtbesparend kattentrimster. Die vind je op mijn andere website kattentrimsters.nl. Ik hoop dat je dit een leuke video vond en dat je meedoet aan de winactie. Wil je op de hoogte blijven van mijn avonturen als kattentrimster en op de hoogte blijven van allemaal nieuwe leuke producten? Volg me dan vooral op Instagram en Facebook. Oh ja, en ik zit sinds kort ook op TikTok. Ik snap er nog niks van, maar goed, ik zit er wel op. Dus als je me daar wil volgen, superleuk. Dankjewel voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende video.